ben Rob, ik ben 13 jaar. Mijn hobby is helpen in het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Merelbeke. Ik ben hier terechtgekomen omdat we hadden een kou in onze schouw. En we hebben die dan naar hier gebracht. En toen we hier waren, vonden we het wel heel mooi wat de mensen hier deden voor de vogels. En dus vonden we het ook wel leuk dat we zelf konden helpen. En sindsdien komen we iedere vrijdag. Omdat ik het wel prachtig vind wat de mensen hier doen. Want er worden hier toch wel heel veel vogels gered. Die normaal in de natuur zouden sterven. Ik zou iedereen het aanraden, omdat het wel, had er veel voldoening van als je zo ziet dat er, als je bij een vrijlating dat je die vogels hebt verzorgd en dat ze dankzij u en nog een team van vrijwilligers terug kunnen vrijgelaten worden. Ik doe het nu al 2 jaar en ik ben van plan om het nog veel langer te blijven doen, want ik vind het heel leuk. Ik ben Eva, de mama van Robbe. Robbe komt hier op vrijdag als vrijwilliger werken en ik kom mee om hem te helpen, omdat ze minimum 15, 16 jaar moeten zijn voordat ze zelfstandig mogen werken. Vandaag hebben we kooien gekuist van de egels. We hebben ze gewogen, we hebben de vogels eten gegeven, we hebben kooien gekuist, we hebben eetbakjes en drinken nagekeken. Ze kunnen steunen door peter of meter te worden van een kooi. En dan betaal je een gepast bedrag per maand. En dan wordt alle kosten, de medicatie, drinken, het eten, alles wordt daar dan mee vergoed. Je kunt ook komen helpen als vrijwilliger, want dat is zeker ook nodig. Want als er al maar kleine vogels zijn, is het hier heel erg druk.